didn't even get to cross. Yo mens van Dagelijks Games, mijn naam is Tommy en vandaag gaan we verder met een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Unity. En jullie zullen vast afvragen van, een nieuwe, want het is toch klaar. Maar mensen vroegen mij, wil je ook de Dead Kings DLC gaan spelen? Dus die ga ik vandaag spelen. Dus hier in het noorden ligt de stad Franciade, waar de Fransen hun koning tweemaal begroeven. Deze content maakt deel uit van de downloadable sequentie Dead Kings van Assassin's Creed Unity. Dus die gaan wij spelen. Het zal ongeveer 5 afleveringen zijn of zo, 5-6. Zoiets, zoveel missies ongeveer. Het kan ook veel meer duren, maar ja, ik wist niet eens dat dit hier zat. Maar ik kreeg te horen dat het er zat. Anders had ik dit nooit zelf gevonden. Waarschijnlijk dacht ik, ik heb de game uit, maar ik kan de Dead Kings DLC spelen. Dus ga ik daarmee beginnen. Als hij even wil laden. Het is gewoon volgens mij weer een verhaal. Een heel ander verhaal weer. Gewoon buiten de main story. Maar wel. Het hoort er wel bij, zeg maar. Maar ja, je kan spelen wanneer je wilt. Ook al voordat je het game hebt uitgespeeld. Dus. Misschien gaan ze wel dingen vertellen die we al lang weten of zo, weet je wel. Maar dat denk ik niet. Oké, ik hoop natuurlijk dat hij even snel gaat laden. Maar dat doet hij niet. Volgens mij is hij gewoon nu heel die Dead Kings DLC aan het downloaden. Hij gaat verder. Is even kijken. Oké, hij is nu bijna klaar, dus dat is mooi. Ik weet niet waarom dit zo lang duurt, maar waarschijnlijk omdat we naar een heel nieuw deel reizen. En dat heel die DLC gewoon iets anders is van de, van de story. We hebben nu gewoon het begin van de opname alleen maar zwart scherm, want ja, je kan niet free runnen. En dan zegt hij dat ik klaar. Nu gaan we beginnen. Ubisoft Montpellier presenteert. Assassin's Creed Unity Dead Kings. Hello? It seems like we've encountered some kind of a glitch. You! Not one more drop until your bill is paid! You can't. He's with me. I thought you were guillotined. What a dreadful thing to say to your rescuer. Did you receive my message? If I do this, I want to leave France. I can procure you passage from Marseille on a ship to Egypt in 4 days. You have a clue as to the location of the manuscript? Condorcet knew he was being hunted. He disappeared for 2 days before his arrest, and he left this behind. His manuscript must be in Louis IX's tomb. The royal crypt! Oh, I must warn you, monsieur. The ghosts of the kings wander the caverns. When they corner their hapless victim, they place upon his brow a crown made of knives, penetrating the eyes, which leak like grapes crushed in the harvest. Still, far less frightening than being crowned the next king of France. Speaking of grapes, do your job. Yes, monsieur. Find the tomb marked with this crest and recover the lost manuscript. I'll meet you in 3 days' time. To your health, Arno. Je hebt nog synchronisatiepunten over. Oh, dat wist ik niet eens, joh.
It's locked us out of the Helix data. Oké, leuk. 15.000? Wieuw. Oh, wat kan ik allemaal aanpassen eigenlijk? Vaardigheden. Melee. Ik kan alleen deze shit nog aanpassen, denk ik. Grondexecutie. Nee, die wil ik. Maar dat kan niet. Want dat andere wapen hoef ik allemaal niet. Oké. Okay. Vermijd conflicten. Ja, ik zal het proberen, man. Oké. Dat fixt het. Nu, ik wonder waar dit detour leidt. Een andere DNA-sequence, perhaps. Only one way to find out. Oké. De Royal. Crypt must be under the basilica. Hier zit een Eagle Tower, die heb ik nog niet eens. Kom man. Dan ga ik dat ook even ondertussen doen. Want ja, dat is handig voor co-op ondertussen. Voor de mensen die niet weten, als je elk. Even denken, elke Eagle Tower klimt, dan. Even denken, wat was het ook weer? Dan zie je alle co-op missies op je map. Dat was het. Ja. Oké. Okay. Dat is zeker handig natuurlijk, want ik wil zoveel mogelijk co-op missies nog spelen. Oké, okay, we zijn er bijna in ieder geval. Dan gaan we even synchroniseren als we hier helemaal bovenop zijn. Zo, synchroniseren. Nou, reizen ontgrendeld. Dat was het. Oké, ik weet niet of er nog meer DLC zijn eigenlijk. Dit is de enige die gratis is, by the way. De rest zou ik dan moeten kopen, maar ik zie geen reden waarom ik nu nog een DLC zou kopen of zo. Ik bedoel, de game is al lang uit. Ik weet sowieso niet wat voor DLC's het zijn. Dus ja, ik denk niet dat ik andere DLC's ga spelen. Het is dat deze gewoon gratis is. We moeten in ieder geval daarheen. Ik hoop eigenlijk dat we hier ergens doorheen kunnen. Oh, what the fuck zit daar? Wat is dat? Dat is een hoed of zo. Napoleontische steken. Oké. When will we return to Paris? Was it is found. The search is going on far too long. It will be finished when the Commandant says it's finished. Nog verder naar beneden. Hoe de fuck kom ik daarin dan? Oké, vermijd conflict is al verpest. Afleidingskans en een hulpkans. Nou, ik moet hier gewoon in, denk ik. Dan zo. Dan hier zo. Ik denk dat dit gewoon het makkelijkste is. Trouwens, ik kan gewoon het beste daar afvallen. Hey, easy game. Oh, er zit een trap. Kut. Ik had niet gedacht dat er een trap zat. Oeps. Ik dacht, die kunnen me niet volgen hierheen, maar die kunnen me toch wel volgen. Maar ik heb natuurlijk nu het zwaard van het paradijs. Dus die is fuck sterk. Even kijken, open. E-interactie. Zo. Zoek de koninklijke crypte. Now, where are you hiding, Louis? Not here. It's not here. Nothing. Dus hier zit in die grote. Ja, dat dacht ik al. Dat is te verwachten. Het is een koning. Simple as.
Where is it? Nailed. The temple door is nearby. Look at the map. There's nothing here. You've wasted my time with this fabrication. You call my honor into question? Your honor as a soldier. Don't make me laugh. You're free to break your contract. But then I'm also free. And I have savage tastes. I misspoke, Capitaine. I heard there's a list of all the relics that were looted from the tomb. I can take you to them. A fine alternative to the temple. That's not what I want. Look me in the eye when I'm speaking to you. Do you want what I want? Yes. Good. Then we're in agreement. Find the temple, and you just might make it back alive. Pleasure working with you. Help! Oké, gaan we vermoorden of gaan we vragen of die wil samenwerken? Citizen. Stay back, ghosts. What the fuck? Oké, ik weet niet wat zijn probleem is. Holy shit, what the fuck is dit allemaal? Nee, Arno, oké, je hebt het verpest. Arno is soms zo dom, hè? Gaat hij daar opklimmen? Deze man. Achteruit, geest. Blijf van me vandaan. Jongen, die man die gaat nog doorpraten terwijl we... Oh mijn god. Gaat hij zo weer roepen help? Ik zei het precies op het moment. En zo weer geest gaat weg of zo. Iets in die richting. Beter hij laat nu gewoon eventjes. Ik hoor iets. Citizen. Stay back, ghosts. Schiet op. Die man gaat sowieso rennen. Dan komen we er iets tegen of zo. Hij ziet ons ook gewoon lopen en dan denkt hij, we zijn een geest. Stay back, spirit. Ah! Oh, hij is gevallen. Wat een downie. Requiescat in pace. Makes no difference to you, does it? You're gone. Merci, monsieur. The map. Don Poirier's list of stolen relics in the Abbey Library. The manuscript must be on it. Houd erg gedrukt om de lantaarn aan en uit te doen. Druk. Zoek een kruik om de lantaarn bij te vullen. Oh, dat is om een lantaarn bij te vullen. Oh, ik denk, ik moet hier doorheen, maar we moeten hier op. Er leven allerlei beesten. Kunnen we maar ze vluchten voor het licht? Oh. Zo. Wow, waar de fuck moet ik? Oh, ik moet omhoog. Zoek een weg naar het oppervlak. Hier zit weer een nieuwe. Even de lantaarn bij te vullen. Ik ga niet een kist looten of zo, of een Napoleon shit ding pakken. Ah, a hidden entrance. Oh, steek aan. Oh, ik druk op R, joh. Zo. En deze. Zo. Even bijvullen. Ladida. En wat de fuck gaan we er nu alweer uit dan of zo? Oh. Lekker handig al die beesten hier zo. Wacht, we gaan nu er weer uit of zo?
Okay. Houd R gedrukt en zoek een kruis. Ja, dat heeft hij net al verteld. Wat is dit? Oh. Ik heb daar zoveel geluk, want ik zag... Het is zo donker hier dat ik gewoon niks zie. Het lijkt me logisch dat het donker is, maar... Ik bedoel, ik zie echt bijna niks. Ik moet naar de andere kant parcouren, Arno. Dankjewel. Zo. Oh, we zijn nou er alweer uit. Ga naar de abdij. Kan ik kaars alweer uit? Zo. Ja, leuk hè. Je moest even interrupt. Is het een nieuwe shield? Ja. Echt. Lijkt me ook vrij logisch natuurlijk. Ik hoop dat het niet al te ver blijft lopen. Of al die kutgebouwen ervoor zitten ofzo. Hup, klim omhoog. Dankjewel. Ik kon ook gewoon naar de Eagle snel reizen, maar dat maakt niet uit. Kleine kans dat hij dan nog langer laden was. Zo. Oh, wacht. We moeten gewoon... Oh, we moeten weer dat gebied in. Hier zo moeten we heen. Ja, dat stond al op de map, maar... Ik denk, ik geef het toch nog even aan. Ga daarin. Ja, kijk, daar kan je zo... In die hooibouw. Dankjewel. Wat doen hun nou weer dan? Oh! Oh. En mijn graphics doen weer weird. Oké. Okay. Hey, hier zit zo'n adeptkist. Ja, ga eraf, Arno, ga eraf, ga eraf, ga eraf! Arno! En wat krijg ik? Ik hoop dat ik iets krijg. Iets leuks. Oh, alleen wat geld. Dat vind ik leuk. Ga naar de abdij. Doe volbracht. Nou, ik ben er nog niet hoor, maar de manier. Er zijn hier een beetje heel veel wachters. Dus... Oh, deze muziek is wel leuk. Hey, dat gaan we zo doen. Ik weet niet hoeveel medicijnen ik nog eigenlijk over heb. Ik hoop nog wel wat. Ik zie heel weinig hier, holy shit. Ik ben gewoon een beetje aan het spammen. Oké, ik heb nog... Oh, ik heb nog genoeg medicijnen. Waar heb ik die vandaan dan? Ga dood. Nice. Zo. Wat moet ik doen dan? Zoek de bibliotheek. Oh. Oh, dit is zo raar dit dan, hè? Waar de fuck moet ik de bibliotheek gaan vinden? Kom ook dit. Ik zie toch niks, jongen! Jezus! Gewoon zin om een fucking bom te gooien op die kop of zo. Ja, hier, dat heb je dus in 3 hits. Oh, daar moet ik wat machtig ook. Dat is best wel dichtbij. Maar ik liever rook om, want het is veel goedkoper dan medicijnen. Dus dan doe ik liever zo, gewoon iedereen killen.
Dan fuck vooral verliezen en weer nieuwe medicijnen moet kopen. Nou, gezien ik niet heel veel zie, is vechten nogal moeilijk zoals nu. Zo, dankjewel. Bemachtigen. Zo, hey, bemachtigen. Niks. Dat is handig. Oh. Oké, toch wel wat. Poirier's list. It reads Condorcet manuscript, located in the old red house, and then a name, Léon. Was dat het? Bemastigde lijst. Oh, je moet net het gebied ontsnappen. Even kijken wat er daarna gebeurt. Leggen die wachters er nog? Want nu heb ik tijd om ze... Waarom de fuck staan daar zoveel van die mensen? Holy shit, ja. Nou, je mag het eens proberen, jongen. Doe je best maar, zeg maar. Oh, jullie... Die staan hier random op het dak en... Vind het niet raar dat ik erbij kom staan of zo? Oké, okay. Nou, ik ga in ieder geval hier overheen. Kijk, is dat heel... Nee, dit gebied is niet heel groot. Ik denk dat ik het beste hierheen kan rennen. Ongeveer hier. Hier, oké, okay, gewoon door op dat dak rennen. Cut waypoints, die doen het niet. Dan ben ik er nu al namelijk al bijna uit. Ik moet uit het gebied ontsnappen. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Zo. Wat is hun probleem nu dan? Oh, dit ziet er wel fuck vet uit. Hallo, ik ben Arno. Gaan we het nog door? Of blijven we even lekker zweven? Nou, blijf lekker zweven is goed. I want no accidents. Hold up. Dit is toch niet te geloven, jongens? Gaat dat goed? En hij doet gewoon niks aan die missie. Dude, stop! Wat is dit nou? Ik maar denken dat die bugs alleen maar was toen de game net uit was. Nee hoor, blij zijn er nog steeds. Zo, daar was de missie. Beloningen lantaarn. Oké. Nou, dat was het. Nou mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zo, laat dan een blijdje omhoog achter. Willen jullie meer, abonneer dan en tot de volgende keer. Laters.